Ja, nou veel nieuws op de voorpagina, maar echt het nieuws vond ik wel het nieuws over Anthony Kamerling natuurlijk. Ja. Dat dan gisteren bekend werd dat hij zelfmoord heeft gepleegd. En in de krant staat dan het omschrijven van... Ja, Anthony die wist niet meer goed van het leven te genieten. En hij slingerde al langer heen en weer tussen dingen waarvan hij vond dat ze moesten. En hij kon niet meer voldoen aan de hoge eisen. En ja, naar nieuws dus. Ja, heel naar. Kijk, in zoverre is het dan nieuws dat inmiddels iedereen dat verhaal dan wel weten. Giel was gisteravond nog in De Wereld Draait Door, om erover te vertellen. Hij zal ook, hij is er maandag weer, en misschien dan de dag van een uitvaart of zo, zal Giel daar ook nog eventjes zelf in zijn radio-uitzending bij stilstaan. Want hij heeft natuurlijk nog geen radio kunnen maken sinds dit nieuws bekend werd. En dat het Giel persoonlijk aangeeft, dat mogen duidelijk zijn. Heftig. Vanavond in Extra Weekend gaan we er ook zeker even bij stilstaan. Hij was niet zo heel lang geleden, een maandje of vier geleden was Anthony te gast bij ons bij de vrijdagavondshow. En dat, ja, weet je, het vreemde was, we hebben in tijden niet zo'n ontzettend gezellige, toffe, enthousiaste en blije gast gehad, leek het. Die man die ging echt pas om 11:30 of zo weg. Het programma duurde 10 uur, maar hij heeft nog met de band die erna kwam, heeft hij staan een oude hoeren fotootje gemaakt. We hebben buiten nog staan voetballen. Heeft hij vanuit het raam proberen in het raam te maken door een bal naar binnen te gooien. Er is ook wel een filmpje van op YouTube te vinden en zo. Het was zo... Oh, er kwam letterlijk een brok energie binnen die avond. En verliet ook het pand weer. Dat, nou ja, weet je, hoe kun je ernaast zitten als je denkt van, nou, als ik het van iemand niet verwacht, weet je wel. Maar, ja, echt extreem heftig verhaal. Helemaal natuurlijk voor de nabestaanden. Want weet je, wij zitten nu even middenin met het nieuws en we vinden het oprecht heel erg. En we denken nog een keer bij het horen van toen ik je zag van, godverdomme, wat ontzettend kut. Maar ja. Over een paar weken is de aandacht bij ons weggeëpt. En dan moeten ze door. Ja, heftig. Ja, echt extreem heftig. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Weet je dat je dit nog eens gaat missen? Ja, dat is kiespijn, ja. Dus je blijft bij je besluit. Ja. Ik kon om niemand lachen. Ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon. Dat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet zwaaien in de gaten. Nee. Wat je allemaal wil kunnen niet zwaaien. Zijn het leeuwen? Dat kan je wel gelijk. Ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien niet eens gezien. Blijf het daarbij. Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een eigenlijk is dit voor mij. Een slag toen ik je zag. Ja. Ik ben veranderd, een ander. Ik geef me over, je hebt me. Verzetten heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander. En dit is pas het begin. Dus het is waar. Ik heb niet in de gaten wat je allemaal maar... met me doet. Dat kun je. Waarom vertelt ze dat dan aan jou en niet aan mij? Heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien. Yeah.